Hallo en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik een spread maken om alvast de pagina te versieren, zodat ik daar later kan gaan schrijven. En het uitgangspunt van deze spread waren deze twee meisjes van een pettape die ik bij Creagea heb gekocht. Ik weet zo niet meer van welk merk ze waren. En ik denk, nou, die vind ik wel leuk. Meestal heb ik dan één ding waar ik vanuit ga en dan bouw ik daar de rest omheen. Ik heb ze inmiddels eventjes heel snel uitgeknipt en ga ik door papiertjes heen om een beetje een achtergrondje te zoeken. En ik twijfelde, zal ik deze grote roos doen, maar die vind ik dan te groot. En toen vond ik dit papiertje met iets geschrevenes erop. En dit vellum met wat roze bloemetjes. Ik heb geen idee meer waar ik deze papiertjes en dit vellum vandaan heb. Ik weet het gewoon niet meer. Ik bestel wel eens wat via Etsy en denk dat dat daar vandaan komt. Nou, dan scheur ik de papiertjes doormidden. En dan heb ik een mooie basis om de meisjes op te plakken. Dan vond ik het eigenlijk nog net even wat saai worden en wilde ik er nog iets, een laagje onder. En daarvoor pak ik een brede washi tape van Journal This. Met ook een script erop. Ik heb er twee. Eentje die is horizontaal en eentje die is verticaal gesitueerd. Dit is de verticale. En ook deze scheur ik doormidden. Zodat ik ook daar een scheurrandje aan de zijkant heb. En plak ik die onder het papiertje. Zodat daar net weer een extra laagje ontstaat. En dat doe ik aan de andere kant ook. Zoals je ziet heb ik inmiddels al een heel lijntje om mijn spread heen gezet. Die zit al in het hele boekje. Ik heb op elke bladzijde al zo'n kader gemaakt. Want dat is mijn uitgangspunt, dat is mijn basis. Dan ga ik nu de papiertjes en alles opplakken. En dat gaat gewoon met een beetje prit. En het voordeel is natuurlijk, doordat ik al een rechterkant heb en ik die tegen de zijkant van de pagina doe, dat het daarmee automatisch recht komt. En dat vellum gooi ik gewoon één streepje prit achter. Ik vind dat de prit nog wel redelijk ondoorzichtig is als je hem achter vellum plakt. Daarnaast plak ik de rest van het vellum wel vast met de sticker zelf. En je ziet ook dat ik die sticker wat aan de rand plaats, zodat de onderkant daarmee ook door de sticker wordt vastgeplakt. Nou, hetzelfde gaat aan deze kant. Soms heb ik nog wel eens moeite met die pettape stickers om die van de achterkant af te krijgen. Met de pincet die ik hier nu gebruik wil dat vaak nog wel lukken, maar ik heb sowieso moeite om stickers soms van de achterkant af te krijgen. Maar goed. Nou, dan hier nog even het meisje. Ja. Uiteindelijk lukt het dan. En dan denk ik, ja, dan moet ik nog de dagen van de week ergens kwijt. En ik vond het wel mooi om dat dan in die wat roze kleur te doen. En ik heb hier, dat zijn ja, een soort post-it notes. En een beetje in een verf. Streep. En die heb ik via Malone's Journal overgenomen. Dus dat is een tweedehands kat. Het waren ook geen volle setjes, maar dat maakt niet uit. En ik vind dat dan wel leuk om die uit te knippen. Dus niet zo recht te gebruiken. Dus dat maak ik hier wel met een wit randje erom, zodat het nog net even wat lijkt. Soms doe ik er dan ook een inkje omheen, maar deze keer vond ik het al rustig genoeg om het op deze manier te doen. Nou, het knippen duurt altijd eventjes. Troep weg. Hoofd in beeld. En dan doe ik hem bij deze eronder en bij die erboven. Zodat je toch nog een beetje verspringend effect hebt. En ook daarmee zet ik dan het vellum weer wat vast. Dan de datumstickers en die zijn van SD Creations
Die komen uit de kit van oktober volgens mij. Alleen ik heb ze los bijbesteld omdat ik die bruine tint die ze hiervoor heeft gebruikt en het lettertype hartstikke mooi vind. En er wel vind passen in deze maand. En ook de datumstickers komen daar vandaan en ook uit die kit. Je kunt de stickers los bestellen een maand nadat de kit is uitgekomen. En dan zien jullie hier het resultaat en ook het ingevulde resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Als dat zo is, geef deze video dan een duimpje. En tot de volgende keer. Doei!